Wat is het hier stil? Goedenavond. Goedenavond. Hallo, goedenavond allemaal. Dit is een overval. Ja, goedenavond. Ja, wij overvallen u een beetje. Het heet helemaal. Ja? Heel erg. Nou, het is heel goed om u te zien. Goedenavond, meneer Bosveld. Hallo. De burgemeester. Ja, kan ik u een hand geven? Ja, goedenavond. Loopt u door, dan gaan we even hier staan. Nee, hè. Oh. Oh, nee. Zo. Beste Ben, ik weet dat de enige echte Sinterklaas in Haarlemmermeer woont. En ik ben een groot fan van Sinterklaas. Maar ik heb begrepen dat de enige echte paashaas ook in Haarlemmermeer woont. En dat maakt mijn geluk compleet. Want ik denk dat er geen één burgemeester is in Nederland die de echte Sinterklaas en de echte paashaas in zijn of haar gemeente heeft. U leidt een bijzonder druk bestaan. En niet in de laatste plaats omdat u de mantelzorg voor uw vrouw heeft. En u gebruikt daarbij al uw creativiteit. En dat een mens nooit te oud is om te leren, heeft u bewezen. Want u heeft op 79-jarige leeftijd nog leren koken. En dat schijnt heel goed te zijn. En ik zie het aan uw vrouw, die beaamt het. Heel lekker. Heel lekker. In uw leven draait het niet om wat niet kan. U denkt in mogelijkheden en krijgt zo heel veel voor elkaar. Het bouwen van een geluidsinstallatie voor de manege van uw dochter. En dan ook nog meteen spreekstalmeester zijn. En hoewel u het niet zo op had met paarden en wegdook iedere keer als er één te dichtbij kwam. Loten verkopen voor de tafeltennisvereniging Nieuw-Vennep. Maar ook het organiseren van de jaarlijkse barbecue in het oude buurtje. Vooral de kinderen in het oude buurtje profiteerden van uw creativiteit. U organiseerde uitstapjes en andere activiteiten. En natuurlijk stond de paashaas, daar is die, klaar om de kinderen een onvergetelijk paasfeest te bezorgen. Niets was u te veel. Toen uw kleinkinderen nog jong waren, paste u twee keer in de week op van school voor de lunch. En de jongste kleindochter bracht u regelmatig naar turntrainen. En toen de oudste een koksopleiding ging doen, die zal het allemaal van opa hebben, graveerde u de koksmessen voor de hele klas. U bent vanuit het oude buurtje verhuisd naar Adagio, naar een gelijkvloers appartement. Daar kon uw vrouw beter uit de voeten. En natuurlijk zat u ook daar niet stil, want u werd al snel de technische man in het VVE-bestuur. U zorgde ervoor dat alles tip-top in orde was. En als het niet zo was, dan ontving u de leveranciers en de onderhoudsbedrijven. Inmiddels bent u weer terug in het oude buurtje, in een aanleunwoning hier in de horizon. En u bent hier vraagbaak, vertrouwenspersoon, technische man, chauffeur. U draait echt nergens uw hand voor om. Met engelengeduld legt u de bewoners uit hoe de computer werkt. Stelt u televisies opnieuw in. Geeft u rondleidingen aan nieuwe bewoners. En als het nodig is, haalt u boodschappen. En dan is er ook nog de mannenpraatgroep die elke week bij elkaar komt. Allemaal mannen op leeftijd, met een afstand tot de digitale wereld. En dan geeft u uitleg en u komt langs als de elektrische deuropener of een ander elektrisch apparaat weigert. Beste Ben, u bent hier en op heel veel andere plekken een vertrouwd gezicht. Een anker. Belangeloos, creatief en altijd in de weer voor het belang van anderen. En daarom heeft het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd. Ja. Heel mooi. Gefeliciteerd. Ik ben er stil van. Ja. Ik zet er al lekker een lintje. Even niet een lintje. Ja.
Nou, daar heeft ze helemaal gelijk in. Ja, dat blijkt ook. Want de koning heeft u een lintje gegeven. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank. U ook van harte gefeliciteerd. En ik heb voor u in plaats van bloemen een taart laten maken. In de vorm van een lintje. En ik wilde voorstellen, als u even naast uw vrouw gaat staan. Nee, u mag blijven zitten hoor, als dat lastig is. Voor de foto. Mag u naar de fotograaf kijken? En dan mag u weer gaan zitten, want we hebben speciaal voor u een liedje meegenomen. Oh, dat nog. Wap, 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 wa, da, 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 da. Kijk, heel goed. Ga zitten, want ik wil eens met u praten. Dit is voor u een heel speciaal moment. Zojuist kreeg u van onze burgemeester een lintje omdat u bijzonder bent. Actief in vele groepen en commissies. Belangeloos, vraagt nooit meer dan een lach. Mantelzorgen, voorzitter en paashaas. Oh. Waar u bent, bent u drijvende kracht. O, een lintje, wat bijzonder. O, een lintje voor u. O, een lintje, een koninklijke onderscheiding. O, een lintje voor u. Kunnen we dat stukje een keer met z'n allen doen? O, een lintje. O, een lintje. Wat bijzonder. Wat bijzonder. O, een lintje. O, een lintje voor u. Wij gaan u... alleen laten, maar we hebben de taart achtergelaten om samen feest te vieren. U heeft een gezelschap om dat vanavond te doen. Geniet ervan. En ik heb voor u de speech, want u heeft vast niet alles meegekregen, is de ervaring. Nee, maar hij klopt wel. Hij klopt wel, nou ben ik blij mee. Dan wens ik u allemaal een hele fijne avond en ik wens u echt een hele plezier. Geniet ervan. Wat een feestje, zo'n bijzonder man. Ja, nou, hij ziet. En dan ook nog lekker kunnen koken, kijk, daar ben ik jaloers op. Vanmiddag asperges. Ja. Vanmiddag asperges, nou geweldig. Hele fijne avond. U ook allemaal een hele fijne avond. Gefeliciteerd. En tot ziens. Tot ziens. Daar. Ja.